niks zeggen. Dat is een hele goede vraag. Welke leeuw is eigenlijk het oudste in deze bergen? Dag huisopper. Wie verleent dit wegleggen? Zo, welkom bij een nieuwe aflevering van Ranger Request. En deze week gaan we uitzoeken hoe oud de oudste Leeuwenbeekse berg is. Nou, om daarachter te komen gaan we als eerste in de dierenbestandslijst kijken. Anken, Arlen, Dekra. Mariska, Paula. Dat is hem. We gaan er even kijken. Zo, lekker fris. Ja, ik hoef niet heel ver te lopen om bij het verblijf van de oudste leeuw hier te komen. Het is namelijk vrij dicht bij het kantoor. Nou, we zijn nu achter bij het resort, de leeuwenverblijven van het resort. En we moeten nog een leven wachten op dierenverzorger Mariska die zijn leven wil pakken. En wij kunnen wel vast een levende kijkje nemen bij de leeuwen. En dit is het binnenverblijf van de leeuwen. In de ochtend worden de leeuwen naar binnen gehaald zodat de dierenverzorgers de leeuwen kunnen controleren. En buiten kunnen ze het verblijf schoonmaken en eten verspreiden. Dit is de oudste leeuw in Beekse Bergen. Zijn naam is Caesar. Hij is niet heel blij om mij te zien. In het wild worden leeuwen ongeveer 10 tot 15 jaar oud, maar Caesar is zelfs 16 jaar oud. Ik mocht meehelpen met het eten verspreiden. Niet alleen hebben we eten in het verblijf gelegd, maar ook pompoenen. Zal ik er ook een paar neerleggen? Even lekker pompoenetje neerleggen. Zo, maar we hebben nu allemaal pompoenen hier in het verblijf geplaatst. Maar leeuwen die eten toch eigenlijk helemaal geen pompoenen? Nee. Het is puur voor de leuk, voor de decoratie. Het woord verrijking. Verrijking, ja, ze vinden het dan interessant en gaan er dan mee spelen. Ja, nou ja, alles wat nieuw is in het verblijf, dat vinden ze natuurlijk interessant. Ja. Want we zitten natuurlijk, ondanks dat het een vrij groot verblijf is, wel de hele tijd in hetzelfde verblijf. Dus, ja. Maar we noemen dat verrijking en dat is eigenlijk het stimuleren van natuurlijk gedrag door middel van bepaalde objecten. En dat kan een blok hout zijn, dat kan parfum zijn wat ik net gespoten heb, want ze ruiken in het wild natuurlijk ook andere geuren. En soms reageren ze daarop alsof ze heel erg krol zijn, ook de mannen. Wat we ook wel eens doen is koffie strooien, een klein beetje gemalen koffie. En daar worden ze helemaal krols van, zeg maar, zou ik bijna zeggen. Ja. Dus dan gaan ze in liggen rollen, et cetera. En dan zijn ze weer even bezig, dan hebben ze weer wat anders te doen dan normaal. Dus verrijking hoeft niet per se ingewikkeld te zijn. Het kan gewoon een simpel zijn als pompoen in het eigen verblijf plaatsen. Zo, het eten is verspreid en de leeuwen mogen naar buiten. Ben je klaar voor? Ja. 1, 2, 3. Hoe lang hebben we Caesar nu eigenlijk al? Hoe lang we hem hebben, dat weet ik niet. Maar dat is denk ik zeker al 10 jaar. Dat kan ik wel. Maar hij is van 2003. Juni 2003. Ja. Dus hij is inmiddels al 16 en een half en nog steeds de baas. Want zijn zoon die zit hierbij. En die probeert af en toe de leiding over te nemen. Maar dat werkt niet. Nee. Hartstikke. Ja? Oké. Okay. Ja. Zo, we hebben nu een kijkje genomen bij Caesar. En Caesar, dat is toch al een hele bijzondere leeuw van ons. Het is namelijk onze fokman. Die heeft dus ook veel zoons en dochters die hier nog steeds in Beekse Bergen rondlopen. Dus gaan we daar ook even kijken. Want wie zijn die leeuwen nou precies? Zo. Ja, gaan we even bij de andere leeuwen kijken.
Hier in Beekse Bergen zijn 4 verschillende leeuwengroepen. Leeuwengroep A, B, C en je raadt het al, T. Nou, al deze leeuwengroepen hebben mannen en vrouwen. Nou, en sommige van die mannen en vrouwen in die groepen zijn dus zoons en dochters van Caesar. Nou, we gaan nu als eerste een kijkje nemen bij leeuwengroep A. In deze leeuwengroep zijn 4 leeuwen te vinden. De 2 leeuwinnen, dat zijn dochters van Caesar. Laten we nu naar B en C gaan. Dat is Caesar die je nu hoort. Ah, hier in dit verblijf zijn 2 zoons en 3 dochters van Caesar te vinden. Ja, het volgende verblijf is op loopafstand, dus we gaan in leven een paar meter lopen. In dit verblijf zit dus Caesar. Ja, Caesar is hier niet alleen, hij zit hier samen met een zoon en een aantal dochters. En het vrouwtje waarmee hij die zonen en dochters heeft gekregen. Zo zit deze groep dus in elkaar. Maar laten we ook nog even bij de andere groepen gaan kijken. Zo, hier achter mij zien we het laatste leeuwenverblijf. Leeuwenverblijf D. Nou, hier hebben we ook een heel aantal jongen van Caesar. Namelijk Chris, Antoon en nog wat anderen. Nou, de leeuwen hier die zijn lekker aan het slapen. Leeuwen die doen het wel heel erg veel, 20 uur per dag. Ja, in een vorig filmpje heb ik uitgelegd dat roofdieren heel veel rusten. Dat komt omdat ze moeten jagen voor hun eten. En als je heel veel rust en dus heel veel energie bespaart, hoef je niet te eten en niet te jagen. Want jagen is soms best gevaarlijk. Nou, we hebben weer heel veel geleerd vandaag. Maar om heel kort antwoord te geven op de vraag, hoe oud is de oudste leeuw? Die is 16 jaar. Zijn naam is Caesar. En we weten dat Caesar eigenlijk voortleeft in heel Beekse Bergen. Ja, dat was een hele goede vraag, maar ik kan me voorstellen hè, dat jullie nog veel meer vragen hebben. Nou, laat ze gewoon achter in de comments hier op YouTube of op Facebook. En mocht je Range Request nou vaker willen zien, vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal. Ja, zie jullie weer de volgende keer, hè? Houdoe!